Welkom. We gaan even kijken hoe we coronaproof door Theater Hof 88 kunnen gaan. En we beginnen hier bij de deur waarop we duidelijk aangeven dat je 1,5 meter afstand moet houden. We zorgen ervoor dat de deurklinken allemaal schoongemaakt zijn en dat we eigenlijk de deuren zoveel mogelijk open hebben staan op het moment dat het publiek komt. Zodat je als publiek eigenlijk zo min mogelijk aan hoeft te raken. De kaartverkoop vindt zoveel mogelijk online plaats via onze website. En voor de mensen die dat niet kunnen, die kunnen ons bellen of mailen. En die kunnen dan hier hun kaartje wel bij de kassa afhalen. Maar dan kunnen we ook zorgen dat dat helemaal contactloos gaat. Er zit een glazen wand tussen, zodat er geen direct contact is. En dat kan draadloos betaald worden met de pinpas. Bij de volgende balie komt eigenlijk iedereen langs. En hier wordt iedereen welkom geheten en worden de kaarten gecontroleerd. We houden hier netjes een scherm tussen en hier kunnen mensen, de bezoekers, ook hun handen desinfecteren. En hier wordt extra mondeling uitleg gegeven over alle regels zoals die bij de voorstelling of de film gelden. En als mensen nog vragen hebben, kunnen ze dat hier ook aan een van onze collega's stellen. In de foyer hebben we overal markeringen aangebracht, ook bij de bar, zodat heel duidelijk is hoeveel afstand iedereen moet houden. En vervolgens hebben we bij twee servicepunten aan de bar hebben we ook een scherm neergehangen, zodat er ook voldoende afstand tussen de bezoeker en de medewerker gehouden kan worden. Daar staat ook weer desinfectiemateriaal. En verder op onze televisieschermen wordt ook nog aanvullend instructies vertoond. En we hebben op een aantal plekken ook nog de instructies liggen om na te kijken. We hebben op alle tafels hebben we genummerd. En het is de bedoeling dat mensen een vaste tafel hebben gedurende hun bezoek. En daar kunnen ze eventueel ook hun jas en tas laten liggen, zodat we niet apart nog de garderobe hoeven te gebruiken. Zodat we zo min mogelijk heen en weer en kruisend verkeer in het gebouw hebben. En zo proberen we toch het zo aangenaam mogelijk voor iedereen te maken. Als de voorstelling of de film gaat beginnen, dan roepen we de mensen op om gefaseerd uit de foyer naar de zaal te gaan. Er hoeft dan dus geen controle van de kaarten meer plaats te vinden, maar wel eventueel begeleiding dat mensen naar de goede plekken gaan. En in de theaterzaal hebben we de nieuwe plattegrond gemaakt, als het ware, waarbij we voldoende ruimte houden tussen de rijen en tussen de stoelen. En dat we er ook voor zorgen dat mensen in principe elkaar niet hoeven te kruisen. Met 30 personen gaat dat helemaal goed. En straks na 1 juli mogen we in principe weer naar 100 personen. Nou, dat gaat helaas bij ons niet lukken. We kunnen maximaal 50 personen in de zaal kwijt met 1,5 meter afstand. Dus dat is nog jammer. Dus we hopen wel dat die regel, hopelijk na de vakantie, dat die versoepeld kan worden. Zodat we weer wat meer mensen op een veilige manier toch ook in de zaal kunnen laten. En is dat financieel voor jullie allemaal te behappen op deze manier? Nou, dat is nog heel erg afwachten, want de verdiencapaciteit van de voorstelling is natuurlijk enorm naar beneden gegaan. Dus dat betekent dat we ook nieuwe financiële afspraken met artiesten en impresario's moeten maken op basis van de veel lagere capaciteit. En dat betekent dat een aantal producties gewoon niet meer bij ons zullen komen die oorspronkelijk wel gepland stonden. Want wij hebben niet de luxe positie dat wij bij iedere voorstelling er nog heel veel geld extra bij kunnen doen. Dus we moeten toch proberen over een heel seizoen gemeten, dat we met de opbrengst van de voorstellingen ook weer de kosten van de voorstellingen kunnen dragen. Dus normaal hebben we gemiddeld over een heel seizoen 100 mensen in de zaal zitten. We mogen nu maximaal 50 en dat is maar de helft. Dus dat betekent ook wel dat we daar flink op moeten puzzelen om toch te kijken hoe we daar financieel uit kunnen gaan komen. Dat is alweer een goed begin.